Kahim, turn the music up. Dag flappies. Oh, Uurse. What up? Het gaat niet meer. Voel mij gepist. Na 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 na, every day. Het is gebeurd, het is maandag. Het is bijna exact 7 uur. En ik heb officieel mijn gsm in deze scroll-stop-box gestoken. Het zit goed vast. Het ding is, ik mag mijn gsm wel nog gebruiken om te whatsappen en zo, maar ik ga deze week scroll stoppen, dus dat betekent dat ik geen sociale media mag gebruiken deze week. En daar komt dan nog het extra leuke dingetje bovenop, dat niet ik, maar Robin mijn sociale media mag overnemen deze week. Het gaat mooi worden. We gaan verhalen vertellen samen. Pure horror voor mij. Mijn favoriete zanger is hier. Hij is hier. Perro! Nog steeds even groot. Het is echt absurd. Als ik dit doe, dan sta ik gewoon niet meer in beeld. Ik ben blij dat je hier bent. Heel slecht geslapen. Ik ook. Echt. Tot 2 uur wakker gelegen? Ik ook! Ah nee, dat is niet waar, niet tot 2. Tot 1. We dachten vandaag dat we Julien van Scrollstop op bezoek zouden krijgen. Staat hier plots Mathieu Terijn voor de deur. Dat is echt ongelooflijk. Dat is ongezien. Goud aan de rand van de zon. Om te weten waarom. Om gewoon even duidelijk te maken dat je er echt op lijkt. Mathieu Terijn even hier plakken. Goud aan de rand van de zon. En dit is Julien van. Zoek die 7 verschillen. Hij danst ook altijd heel expressief. Maar nu weet ik echt niet meer wie dat er is. Maar het is echt. Maar vooral, je hebt deze doos, deze stolp gemaakt. Hè? En we hebben die dan nu laten personaliseren voor M&M. Dit. Mijn gsm die er een beetje erg aan toe is, maar... Die is ook aan het laden. Sorry, ja. Mathieu Terijn, merci om langs te komen vandaag. Ciao. Hè. Tot de volgende. Is hier een M&M vlog of niet? Ja, doe maar. Hallo iedereen. Dag flappies. Daar is super vrijgevig. Ik heb honger. En zij, ik heb nog een... dat is dat. De bingo. En ik ga fruit nemen. Ik moet wel een vork hebben. Kom, we gaan een vork regelen. Ik ga een vork zoeken voor u. Ik heb wel een lepel. Ja, oké, een lepel. Lepel ook goed. Fruit is fruit en dat eten we ook met een lepel. Een fruitsalade heb ik toch wel meer zin in een vork. Nee? Laat het weten in de comments. Eet jij fruit met een lepel of met een vork? Jonathan Medaar. Ja. Ik ben aan het leren met vloggen. Ik ben ook aan het leren met Instagram. Oké. Okay. Ik zit momenteel op 4.999 volgers. Ik ga op mijn knie. Wil jij mijn 5.000ste volger worden? Ik wil absoluut jouw 5.000ste volgen. Je moet je niet verplicht voelen wat ik dan nu aan het filmen ben, hè. Nee. Dit gaat gebeuren. Bij deze. Oh, maar kijk een keer. Technologie. Schitterend. Awesome blue. Smeken helpt, jongens. Smeken helpt. Mijn naam is Govert Laura. Ik kan niet op mijn gsm. Koutan en Robin hebben hem verstopt. Verstolpt. Als ik niet op mijn gsm mag, dan begin ik te vloggen. Shawty is like a melody in my head. Na 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 na, every day. Like my iPod, like a replay. Shawty is like a melody in my head. Het gaat niet meer. Help mij. Ik begin afkikverschijnselen te krijgen. Ik krijg hem niet open. Hoe is het met de Instagram van Koutar? Oh, maar goed, hè. Zal ik eens zien of dat de volgertjes al gedropt zijn vandaag? De volgers van Koutar gaan keihard. Keihard naar beneden. Keihard. Nee, keihard naar boven, hè. Hier, 23.3k. Hey, you're welcome, hey. Broer. Ik ga koffie drinken in de koffiekamer. Met mijn koffiemaatje. Laura Govaert. Zoals Sam Goris zou zeggen... Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Ziet hem gaan, ziet hem gaan. Waarom ben je zo raar aan het klappen? Ik ga naar leukere mensen. En die leukere mensen zijn hier in de vorm van redacteur Louis en Jess Koen. Ja, nu denken de mensen dat ik nummers aan het uitwisselen. Moment. Ik moet hem vragen. Slecht ik heb niks mee te maken. Ik moet hem vragen hoe dat het ligt. Hoe dat een nummer in een gsm zijn. Ik ben weg. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Goed? Goed. Tot straks in de studio. Wat is het probleem? Oh, Uurse. Maar ik denk ik toch eigenlijk echt just gewoon God, hè. Alleen God. Niet echt. Niet dat ik wil zeggen dat mijn eigen vergelijkt met een Griekse God. De zon is goed, hè, vandaag. Het is echt goed. Weet dat echt... dat ook is. We zien er wat beter uit, hè. Zie ik er anders niet? Jawel, oké, goed. Steeds voor een zonnebril. Dan ga jij ook nog even straks in je car stappen. Ja, ik ga straks naar mijn autocar stappen. Met je zonnebril. Met mijn zonnebril. Oh, dan ga ik even voor de hoe noemt het, slagboom. En dan laat de security me eerst door. Yo, ik ben ook heel stoer op in. Het was een 90s videoclip. Ja, als je zo'n 90s denkt het toch ook altijd een klein beetje aan Brahim. Turn the music up. Hoe gaat dat nu weer verder? Brahim, turn the music up. That's the name I wanna hear you say, Brahim. Turn the music up if you wanna dance, if you wanna play. Cool, Kota. Verhip, verhip. Waarom is ze nou zo sip? Droom of droom? Het is onze laatste show vandaag. Maar kom eens.
Nee. Jawel, jawel, jawel. Allee, kom. Oh. Kom, Robin, kom. Laatste keer. Amai. Ah, jij maakt daar nu een gangster ding van. Er is een nieuw duo in Radioland. Shema Saisai en Robin Keijaert. Shema, nog een Shema, nog een Shema. Ga je delen? Met mij? Met jou ook, Robin. Yes! Eindelijk, wat een mooie dag vandaag. Superleuk bezoek vandaag. Cedric en Anaïs van Huisgemaakt. Jullie huis is net gemaakt. Jullie hebben dat huis ook gewonnen. Maar we dachten, we gaan die twee weer even aan het werk zetten. Wat gaan jullie precies doen vandaag? Een nieuw huis maken. Het wordt dat prachtige, kleurrijke huis. Er is ook een waterput hier. En het is natuurlijk niet waterput gemaakt, dus die moet je niet maken. Moeten we niet maar maken. Maar daar waren we al mee begonnen. Ik vind het wel een goede start van de waterput. Ik heb voor u een boek bij en ik heb er iets ingeschreven voor u. Voor Kouter, geluk is een vrij zaak. Een wijzaak. Een wijzaak. Een vrijzaak ook eigenlijk, een vrijzaak maar ook een wijzaak. What up? What up? Fleurig hemdje, blouseje, fleurig hemdje, blouseje. Zo kan het, dit is bijna zomer, hè? Ja, dat is waar. Over fleurige kleren, beige. Het is bijna winter, hè? Daarnet ook een zeer grappig moment, want jij dacht, Felix, dat Julien, die daar zit, dat Mathieu Terijn is. Julien, er is een beetje verwarring over wie jij bent. Ik dacht dat Bazaar ochtends een promo-show ging komen, want ik kwam even binnen. Ik was toch niet goed wakker. Ik dacht van, heeft Bazaar een nieuwe track release, maar eigenlijk niet. Lijkt daar wel heel hard op, toch? Nu denk je beter zien, nee. Minder. Allee, Felix, het is kapot van mij. Maar ver van schoon. Oké, bij deze hebben jullie elkaar ontmoet en jullie hebben daar waarschijnlijk weinig aan, maar zo. Julien, Felix, Felix, Julien. Go, Dina. Welkom bij de finale van Wanneer is het huis gemaakt? We hebben net de finale gespeeld tijdens onze ochtendshow tussen 6 en 9. Cedric en Anaïs hebben het beste van zichzelf gegeven. Brahim gaat ondertussen achteruit, want we zijn aan het stappen. En dit was het moment van de waarheid. Luisteraar Michiel, die heeft op het juiste moment kunnen raden. Omola, het huis. Ik krijg een beetje schrik van u. En trots? Het huis is gemaakt. Het huis is gemaakt. Hebt u nu ook bij de Lego's gesneden aan uw vinger? Voor mij gepest. Oh, sorry, Cedric. Amai, maar het is wel echt heftig, hoor. Dat vind ik niet... Daarvoor mogen mensen nu niet pesten. Het is tijd om te winnen. We hadden vorige vlog en vlog daarvoor beloofd om een paar dingetjes weg te geven. Maar daar heb ik er nog winnaars voor uitgekozen worden. De winnaar van De Mol Sven zijn t-shirt merch kinderboerderij dingen. Die verschijnt hier bovenaan in deze geit. De winnaar van het Pommeling Thijs hartjes, vestje, dingetjes, verschijnt in dit prachtige gele hartje. Amai, proficiat, man. Proficiat. Hey, maar jij hebt dat goed gedaan, jij hebt goed gecomment, jij. Wij zijn lieve mensen, dat weet men. Wij fokken soms met iemand genaamd Jokke. Dat weet men ook. Dat weet Jokke zelf ook, zeer goed. Sorry, Jokke. Jokke die is op congé deze week. En wij gaan daar niet fokken. Wij fokken niet met mensen op congé. We hadden een heel plan. Met een Italiaanse en met een B&B en zo. Maar we dachten, nee, laat die jongen maar rust. Laat hem doen. Maar we gaan toch zijn bureau fokken. We gaan zijn bureau mooi versieren. Vooral hij dan terugkomt. Ja, het is niet gefok. Het is eigenlijk meer... Geliefde. Love met de Jokke. Love. Hartjes voor Jokke. Dit is ons prachtig... hoe zeg je dat? Canvas. Canvas. En dat ziet er dan dus zo uit. Ook kwestie van dat hij ons niet mist als wij hier niet zijn en hij dan wel even terugkomt. Hè. Ik ga even tellen. 1, 2, 3, 4, 8 kouder. 1, 2, 6 Robins. Dat is heel mooi, eerlijk. Die ligt daar, Stan. Ah, Stan, dat is de eerste keer dat je een cameo maakt in onze vlog. Kom. Mag je de zonnebril eens opzetten? Dat mag. Of vinden? Ja, is goed. Schitterend. Het is de laatste vlog voorlopig, maar we komen terug volgend seizoen. Heel ons fantastisch team zit hier frietjes te eten. Kom. Jongens, hoe moeten we de vlog afronden? Tot de volgende keer. Kouter en Keijaert. De ochtendshow van M&M.